Tijdens mijn dienst bij de politie kreeg ik opeens een melding van Opco. Van Robin, hier staan momenteel twee mensen voor jou en die willen met jou een gesprek hebben. Wat het gesprek inhoudt, gaan jullie nu zien in de video. Mie! Dat is 19, Robin is commissaris. Geen bericht. Er zijn hier twee heren die zeggen dat ze een afspraak hebben met jou. Zou dat kunnen kloppen? Negatief, niemand afgesproken. Oké, zou ik ze wegsturen of sta ik voor open om ze te spreken? Ik kom zo meteen naar AB, ik ben er direct. Ja, naar AB, laten we. Ja, wie zou dat nu zijn? Ja, ik ben nu in de ingang bij de balie. Oké, is goed. Wij staan. Oh ja, dan zie je onszelf ook wel als je via de balie binnenkomt. Ja. Yo, Robin. Hey, wie zijn dat dan weer? Hey, hey, goeie avond, meneer heren. Shone, wij grommen een ID-kaart geven aan mij, alleen aan jou. Oké. Ze zijn nogal een beetje eigenwijs, want ze willen ook hun auto niet wegleggen. Maar... Hey. Goeiedag. Goeiedag. Ik had een afspraak met Robin. Oké, dat ben ik, maar ik heb geen afspraak met iemand gemaakt. Wij hadden vanmorgen gesproken en ik zou graag een gesprek met u hebben, daar hadden we afgesproken. Ik zou graag willen in een kantoor dat deze drie andere mafkees hebben weggaan. Dat is helaas niet mogelijk, zolang jij ID-kaart niet... Vanmorgen? Vanmorgen sliep ik nog, meneer. Dus ik heb u vanmorgen gesproken. Ik zou graag een gesprek hebben dat wij hadden afgesproken en dan graag privé zonder deze drie mafkeesjes erbij. Nee, prima, maar graag niet mijn collega's mafkeesen noemen, anders moeten we nu meteen niet verlaten. Dan pak ik even een kantoor hierboven. Over gaat het precies? Ja, dat zal ik zo vermelden als die blauwe smurf weg is. Ik zal even gaan zitten op mijn stoel. Op uw stoel? Zeker. Meneer, het is net niet meer niet dat hij uw stoel is. Om maar met de deur in huis te vallen. Oké. Je weet natuurlijk waarvoor we hier komen. Je bent natuurlijk nu al een tijdje werkzaam bij de politie. En ik ben een tijd tevreden over jou geweest. Oei. Maar ik merk toch wel wat verbeterpunten. Daarnaast vind ik dat jij als persoon goed handelt, maar dat jij wel wat fouten maakt in het werk. Dus ik ga je wel een degradatie geven. Dus je gaat helaas wel weer een rang naar beneden. Ik wil je niet ontslaan omdat je verder wel een goede man vindt en een goede agent. Maar ja, ik vind het hoe je het werk uitvoert op het moment niet heel sterk. Dus vandaar dat je wel een rang naar beneden gaat doen. En je dan nog weer een nieuwe kans wil geven om jezelf. Oké, en was de reden juist? Of is er iets groots gebeurd wat ik fout heb gedaan? Ja, het is niet iets groots, maar wat ik zeg, op het moment vind ik je werk niet heel sterk. En daarom, ik wil je niet ontslaan, want ik wil je wel een kans geven. Ik vind je een goede agent. Ja, oké. Dat is vernomen. Het is einde gesprek. Nee, daarnaast wil ik graag ook dat mijn bodyguard even naar buiten gaat. Dan wil ik nog even onder vier ogen met meneer Robin spreken. Eis dat de deur wordt open gedaan. Ik zal even de deur open doen. Zie je zo. Oh, excuus. Verkeerde spier. Is die open? Ga zeg maar, kutsmurf! Zat hij te luisteren, Vinkje? Hij staat gewoon voor de deur. Je bent, man. Oké, okay, sorry. Jij staat, even kijken, als ik zo jouw streep precies sta je nu op hoofdagent, heb ik dat goed? Ja, klopt. Hoofdagent al een 4 maanden ongeveer. Wat doe je nou zo stoer aan? Ja, dat is zoiets had ik al gezien, ja. Ik heb natuurlijk hier al een tijdje op voorbereid. Ik heb je een beetje in de gaten gehouden. Ik heb natuurlijk met verschillende collega's gesproken. Je hebt natuurlijk ook met verschillende mensen koppel gereden. Die mij ook een verklaring hebben afgelegd hoe jij je werk hebt gedaan. Oké. Het is gewoon voor de brandveiligheid. Dus daar gaan we. Ja, ik ben niet teleurgesteld. Zo wil ik het niet brengen. Maar ik vind, wat ik al zei, jouw manier van werken op dit moment niet echt sterk. Ik zet jou op aspirant. Op aspirant? Ja, en dan wil ik graag dat jij al jouw training opnieuw gaat doen. Allemaal, maar ik heb even gedaan, hè? Ja, dat weet ik, maar wat ik zeg, ik ben niet echt tevreden. Maar is aspirant niet heel drastisch? Wat ik zeg, het is natuurlijk wel een beetje laag aspirant. Ja, toch, het is beginners. Ja, ik vind jou wel op het moment echt heel matig. In mijn hart, man. Nou, oké, als je dat vindt, wie bent u juist eigenlijk? Wat zei je? Wie bent u juist eigenlijk? Ik ben de hoogste die er momenteel is. Lars,
Nee, ik ben nog hoger dan Lars. Oké. Ik ben in ieder geval de hoogste hier binnen het korps op het moment. Ik ben erg teleurgesteld en ik wil graag dat jij deze week, komende week, dus het is nu zaterdag, dat jij tot aan zondag de trainingen gaat volgen. Die zal ik ook inspecteren als jij dat goed doet. Daarna zal ik ook zal ik jouw bodycam elke dag willen zien hoe jij jouw dienst is verlopen. Oké. En daarop ga ik baseren of jij bij het korps mag blijven of dat ik jou eruit ga trappen. Ja, oké. Als u vindt dat nodig is, dan ga ik daarin mee. Ja, ik vind natuurlijk na voor jou. Ik heb het liefst ook niet dat ik dit moet doen. Maar dit hoort bij mijn werk en ook dit soort gesprekken horen bij mijn werk. Dus dan zal ik die ook gewoon moeten uitvoeren. Ja, begrijp ik. Heb je zelf nog vragen? Moet ik aan jou mijn baap inleveren? Nee, die mag jij beneden gewoon in de kluis stoppen. Dan mag jij ook je kleding afgeven. Dat zal beneden allemaal geregeld worden. Dan krijg je je aspirantkleding weer terug. Oké. Ik denk dat je zelf ook wel weet dat je dus niet meer als VP mag rijden. En dat jij voorlopig noodhulp zal zijn. Nogmaals, excuus voor het nare gesprek. Ja, geen probleem. Ja, sorry dat ik tussendoor kwam, maar verder nog een fijne dienst. Ja, oké, dankjewel. Dankjewel. Hey, fijne avond, hè. Fijne avond. Yo. Dit is totaal niet verwacht. Maar ik ben echt aan het twijfelen, is het nu echt of niet? Ik vind het heel raar. Ik weet het echt niet. Wat is er gebeurd? Nou, ik ben terug aspirant geworden. Van hoofdweg naar aspirant, zomaar. Ja, klopt. Ja, ik ben terug aspirant geworden. Ik heb blijkbaar foute dingen gedaan. Je bent niet voor niks hoofdagent, je hebt niet voor niks... Ja, maar ze zegt tegen mij, je moet alle trainingen opnieuw doen. Je hebt foute dingen gedaan de afgelopen 2 weken. Maar wie is ze? Ja, ja, ik weet het niet. We niks van hun. Ja. Iemand boven de korpsleiding zelfs. Nou, ik doe gewoon mijn noodhulp dingen aan. Het was altijd een raadsel van, hey, wie zijn die twee meneer nu? Maar het leek voor mij toen alsof ik voor DSI zou aangenomen worden. Want ik had een paar uur daarvoor een DSI-sollicitatie gedaan. Dus ik dacht van, hey, dit is gewoon allemaal één grote prank van de DSI. En ze gaan me daarna zeggen van, hey Robin, jij wordt DSI. Maar dat kwam maar niet. Het bleek maar negatief worden. Dus omdat ik dacht van, ja, ben ik nu echt als aspirant neergezet? Dus ik ging gewoon mijn dienst verder gaan als aspirant. En vanaf toen begon ik wat te denken van, is het allemaal wel echt? En vanaf toen begon het ongeloof. Dat gewoon kloten, maar daarom, Aiden, dat denk ik dus ook. Maar als er gewoon kloters zijn die verkleed zijn, zou best kunnen, hè. Het zou echt best kunnen natuurlijk, hè. Terwijl daarom dat ik even nu een PM stuur naar de korpsleiding. Want als dat kloters zijn, hè, dan hebben ze het echt perfect gedaan, hè, man. Ik vind het heel, heel, heel raar. Echt, ik snap er niets van. Ik ben aspirant gezet, Barry. Zo is een grapje, Barry. Nou, ik weet niet of een grapje, man, is. Ik was het. Ja, zij zei allemaal dat jij het bent, maar... Nu naar AB rijden, dat je ziet dat ik het ben. Ja, doe eens. Rij anders even naar AB, collega. Als die baard er nu is, hè. Dat is je laatste... Mag je nummertje? Dat meen je toch echt niet, hè? Nou, momentje, meneer. Goedenavond, Robin. Dag, meneer. Goedendag, je mag even meelopen naar boven. Oké. Dat ga je toch echt niet meer, hè, man? Gaan we nog eens even een gesprekje voeren. En kan je de deur open doen, collega? En zie je toch horen bent aan de korpsleiding? Ik heb geen sleutels in de zak, ga je toch echt niet meer, hè? Ik heb sleutels in de zak zitten. Oké. Korpsleiding gesproken. Ja? En wie is onze korpsleiding trouwens? Och, die zit onder mij, dus daar hou ik me helemaal niet mee bezig, joh. Ja, ik heb dus even een gesprekje gehad en hij heeft mij weten te overtuigen. Kan nooit. Ja, je hebt natuurlijk een minder sterke week gehad. Ik wil je toch nog wel een kans geven op hoofdagent. Is dat dan echt die Barry dan? Je mag zo je kleding weer aandoen, je mag je wapen weer pakken en dan mag je gewoon verder in dienst, Robin. En dus nu opeens dan wel? Ja, hij heeft mij weten te overtuigen. Hij zegt dat jij een van de, van de beste agenten... En de korpsleider heb je gesproken, of? De korpschef? Sorry? Heb je de korpschef? Ja. Weet niet zijn naam? Nee, dat weet ik al niet meer. Nou, ik heb al zich 01 gesproken en weet nergens van. Oh ja, maar misschien heeft hij Alzheimer, dat kan. Nou, hij is nog redelijk jong, dus... Ja, maar dan kan je ook Alzheimer hebben. Kinder ja, jong, jong dementie, maar hij is nog geen 40, 50. Dus. Tja, maar ja, in ieder geval, je mag dus je rotzooi weer pakken en je mag gewoon weer lekker veel als hoofdagent, jongen. Oké, okay. Nou, oké, okay, is genomen dus. Ja?
Oké, okay. Nou bedankt dan. Een beetje een opluchting of... Ja, een beetje tijdverlies. Ik heb 5 boeven kunnen pakken in de tussentijd. Dat had gekund, ja. Maar je had ook uit je neus kunnen vrijten. Het ligt eraan waar je prioriteiten liggen. Ja, inderdaad. Nou, dan mag je wat mij betreft weer gaan. Yo. Nou, oké, okay, dankjewel. In ieder geval een fijne dag nog, Robin. Ja, oké, okay, fijne avond. Barry, ik heb vandaag mijn routenummer gegeven, inderdaad. Was jij dat? Aan wie ik mijn routenummer heb gegeven, of niet? Op de spoed. Meen dat nu echt, Barry? Meen dat nu echt? Kan toch niet? Hoe ben je dan binnengekomen dan, Barry? Heeft Opco jullie dan gewoon binnengelaten dan, of wat? Kan toch niet, man? Ben ik er dan zo hard ingetrapt of zo? Kan toch niet? Ik dacht eerst, dit is voor DSI, hè? Dacht, yes, dit is aangebroken, ik hoor DSI. Maar dan, het bleef maar negatief, het bleef maar negatief zijn. Opco liet me binnen toen ik zei dat ik gesprek met je had. Ja, ik denk, ja. Oh, de Opco zit mee in het scenario. Daar dacht ik eerst. Eens wat ik kan zeggen is GG, oprecht. Ik kan niet meer zeggen dan dat. We zijn gewoon echt dik hard geprankt, man. Of ik ben dik hard geprankt. Maar even serieus, hoe geniaal heb je dit gedaan? Eerst en vooral, Barry, goed gedaan. Ik ben erg los ingetrapt. Ik vond het verhaal van aspirant wel een klein beetje ongeloofwaardig, maar ook weer wel. Ik vond het een beetje dubbel, omdat ja, ik dacht echt dat je van de korpsleiding was, omdat je was binnengelaten door het Opco. Dus daarom dacht ik van ja, het is wel echt korpsleiding. Maar ja, je was het blijkbaar niet. Maar dames en heren, vond het leuk? Ik in ieder geval wel, want ik vond het, ja, achteraf was het zo... Dat het zo raar van, ik ben gewoon echt keihard geprankt door gewoon omstaander. Zeg abonneren, zeg even liken, super tof. En dames en heren, bedankt kijken, tot de volgende video. Of wel eens met raad. Bye bye.